Oké, okay, Jesse, weet je wat ons vandaag te doen staat? Nee. Ik ga vandaag jou een beetje op de proef stellen. Wij gaan namelijk kijken wie de meeste diamonds kan verzamelen in 15 minuten tijd. Je weet dat ik dat ga winnen, hè, Santino? Nee. Dus de vorige keer heb jij volgens mij gewonnen toen ik het voor jou moest doen. Maar dit keer ga ik keihard winnen, maat. En daarvoor kunnen wij vier challenges... Auw, waarom sla je me nou? Nee, je gaat niet winnen. Jawel. Let maar op. Kijk, we kunnen namelijk vier challenges doen. Zoals je kunt zien aan jouw rode kant en de groene kant. Hebben wij hier allemaal items die ons kunnen helpen en ons kunnen beschermen. Oh, dat is handig. Nee. Terug. Eerst namelijk deze challenge hier zo. Je moet namelijk eerst deze challenge voltooien. Vind een villager en neem hem mee. Dus ja, ik weet niet hoe jij een villager gaat zoeken, maar ik wens je heel veel succes. En hoe ga ik hem überhaupt meenemen? Dat kan in een bootje, toch? Je kan een bootje. Ja, maar dat is echt hoofdpijn als je een blokje omhoog moet, hè? Dat weet je. Heel veel succes. Ik moet het namelijk ook. Oké, daarna kunnen we golden apples krijgen en een grote diamantappel. Ik weet niet wat dat doet, maar daar moet je achterkomen. Daarvoor moet je een ondergrondse bunker bouwen. Dus dat kan jij denk ik wel als een van de beste. Zijn er nog bepaalde eisen? Moet die mooi zijn? Of? Nou ja, het moet minimaal een bedje hebben. Ja. Een kist, crafting table. Oké. En dat is het eigenlijk. Dus niet opeens een gat graven en dan daarboven een plafond maken, alsjeblieft. Ja, oké. Voor de tools die je kunt gebruiken, verzamel letterlijk gewoon een stack seeds. Dus dat is redelijk makkelijk, denk ik. En de multitool, ja zeker, dit is een hele bijzondere. Oh. Moet je een golden apple maken. Dus je mag niet een golden apple gebruiken hiervan. Je moet hem maken. Oh god. Oh nee. Nee, hij wil ook meedoen. Dus in principe, als je er klaar voor bent, kunnen we beginnen. Dus, nou, eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk even bezig. Ik weet niet of je het door hebt, maar... Ja, ik help je wel eventjes. Want dit is top. Ja, ik ben er klaar voor. Oké, dan gaan we starten in 3, in 2, 1. Veel succes! Doei! We beginnen ook echt in de nacht. Nice. Oh ja, wacht. We kunnen het beste denk ik even slapen. Zo. Ja, nu beginnen we echt. Yeah. Auw! Doei! Oké, jongens. Jesse wordt daar, letterlijk als allereerste aangevallen door een skeleton. Maar we gaan natuurlijk niet zomaar diamonds zoeken. De vorige keer heb ik namelijk ook val gespeeld tegen Giel. En toen hebben we natuurlijk gewonnen. Ik heb val gespeeld, dus ja, dan is het redelijk makkelijk. Maar ik ben er dus achtergekomen toen ik diamonds ging verzamelen met Jesse. Dat Jesse tegen mij heeft vals gespeeld. En dat pik ik natuurlijk niet. Dus ik pak vandaag mijn revanche. En die pak ik natuurlijk niet zomaar. Ik heb namelijk in mijn inventory hier allemaal giant x-ray scans zitten. En hiermee kunnen wij letterlijk x-ray gebruiken door de hele map heen. Ik kan letterlijk alle blokken zien door de grond. Dus dat is echt helemaal geweldig. Maar voordat we deze diamonds natuurlijk allemaal gaan vinden, moet ik eerst ook zelf wat tools hebben. En het liefst wil ik natuurlijk deze multitool zo snel als mogelijk. Want deze multitool is echt super goed. Maar laten we maar eerst beginnen met al de tools verzamelen. Eens even kijken. Een stack seeds moeten we hebben. Nou, dat is niet heel erg lastig. Dat is gewoon letterlijk allemaal gras die kapot maken. En hopen dat we zoveel als mogelijk seeds krijgen die we natuurlijk kunnen inleveren. Om onze tools te gaan verzamelen. Want ik heb namelijk het gevoel dat Jesse ook alweer heel erg hard bezig is. En ik denk dat hij als allereerst ook voor de seeds gaat. En daarna voor de ondergrondse bunker gaat. Want hij vroeg wel heel veel over deze ondergrondse bunker. En ik ben heel erg benieuwd of Jesse het daadwerkelijk volgens de regels gaat doen. Als hij letterlijk een gouden appel moet maken. Oké, jongens, we hebben dus bijna een stack. Tenminste, we hebben een stack seeds. Oké, laten we snel teruggaan. Dan ga ik de tools namelijk pakken. En dan ga ik deze tools namelijk meteen gebruiken om een ondergrondse bunker te bouwen. Ik denk dat we die challenge ook gewoon meteen uit de weg moeten hebben. En dan krijgen we namelijk uit mijn hoofd volgens mij de golden apples en de diamond apple. Alhoewel, wel moet zeggen, ik weet niet wat de diamond apple doet. Maar dat maakt allemaal niet uit. Als het ons allemaal helpt, dan helpt het allemaal. Eens even kijken. Zo, hoppa. De seeds doen we erin. Dan mogen we deze dingetjes meenemen. Zo. En dan ben ik eigenlijk ontzettend... Oh god. Oké. Au. Jesse, hou op met me. Ben jij nou serieus klaar met een ondergrondse bunker bouwen? Ja, we moeten zien. God. Ja, dat wil ik wel eventjes zien inderdaad. Wacht. Ik moet het eventjes controleren. Ja. Kom maar hier. Kom maar. Ja. Kijk. Oké. Ja, oké. Dat zit precies in wat je zei, dat er moest dus. Nee, is goed. Yes, ga maar verder. Doei. Ja, doei. Oké, hij heeft inderdaad gelijk, ja. Die bunker zag er gewoon goed uit. Daar ga ik niet over oordelen, dat is gewoon helemaal prima. Maar ja, hij heeft natuurlijk niet al die sheets gedaan en ik wel. Dus ik ga meteen eventjes wat hout verzamelen, zo. En we hebben echt spullen erop als efficiency 4, sharpness 5, unbreaking fortune, efficiency 5. Dit komt helemaal goed, jongens. Oké, eens even kijken. Want dan ga ik namelijk gewoon hier mijn bunker bouwen. Dan heb ik alleen wel een iron pickaxe gekregen. Dus ik kan niet zo heel erg snel hiermee hakken. Maar dat maakt allemaal niet uit. En wat...
Wat ben je aan het doen, Jesse? Ik dacht ik help je even. Nou, dat vind ik heel aardig van je. Maar is het niet tijd dat je diamonds gaat verzamelen? Nee, ik ben bezig met seeds. Dus ik weet niet wat jij aan het doen bent. Nou, ik ben mijn bunker aan het bouwen, dus ja. Oké, doei. Hé, ik weet niet wat Jesse allemaal aan het doen is, hoor. Waarom helpt hij mij? Maar in ieder geval, dat maakt allemaal niet uit. Wij zijn nu bezig met onze bunker. Zo, hoppa, eens eventjes kijken. Want dan hebben we natuurlijk genoeg hout om dit te doen. Dan maken we even een crafting table. Wat ook natuurlijk een ding is voor in de bunker zelf. Dan maken we even een deurtje. Kijk, ik maak tenminste een mooie deur. Zo, hoppa. Ja, dan moet een bed hebben. Nou heb ik dus een bed hier zo boven. Dus ik ga gewoon dat bed gebruiken. Kijk, hoppa, dan hebben we dat. En dan hebben we hier dus onze furnace. Hop, die zetten we daar neer. En dan moeten we natuurlijk ook nog een chest hebben. Die maken we natuurlijk in de crafting table. Hoppa. En dan heb ik hier ook nog eens mijn chest. Ja, ik luister. Ik vind dit dan ook gewoon een bunker. Dit is gewoon letterlijk een ondergrondse bunker die iedereen kan gebruiken. Zo, hoppa. Dan hebben we die ook voltooid. Eens even kijken. Waar is onze ondergrondse bunker? Ja, hier zo. Dan hebben we onze golden apples. Zo, die gaan ons allemaal beschermen. En natuurlijk deze gigantische diamond apple. Maar ik weet niet wat voor krachten die heeft. Maar dat komt allemaal wel goed. Wat is er, Jess? Niks. Waarom kijk je me aan? Kijk, wil je mijn bunker zien trouwens? Kijk, kom. Oh ja, is hij mooi? Ja, hij is letterlijk gewoon hetzelfde als dat jij hebt. Alleen ik heb een hele mooie deur. En jij hebt een trapdoor. Dus dat van mij... Oh, je hebt ook weer die tools. Ik heb zeker al... Hoe kom je zo snel aan 64 seeds? Gewoon hakken. Oké. Nou, veel succes. Ik ga door. Doei. Ja, ik ga een village zoeken. Ja, succes. Oké, ik vind het best wel eigenaardig sinds dat Jesse echt ongelooflijk snel is met seeds verzamelen. Maar wat hij dus niet weet, en wat ik dus wel weet, is dat hij hier vlakbij dus een village is. Hier is namelijk een volledige village. Hoe gaan we natuurlijk een villager daarheen krijgen? Ik denk dat we daar ook een klein beetje bij moeten valspelen. Maar dat komt helemaal goed. Want ik hoop namelijk, ik kan Jesse hier toevallig niet zien, dat Jesse lekker een andere kant op gaat. En dat ik gewoon nu lekker een village mee kan nemen naar de basis toe. Oké, eens even kijken. Villager, kom eens eventjes hier. Ga in dat bootje. Ja, lekker in dat bootje. En let's go. Hoppa, op naar de basis. Jesse. Ja. Nee, je mag die villagers niet meenemen. Nee, niet doen. Nee, je mag die villager niet meenemen. Het is mijn villager. Nee, dit is jouw villager. Nee, dat is wat echt. Dat was daadwerkelijk mijn villager. Nee, wacht. Vriend. Kom hier. Oh, maar ik kom gewoon niet verder. Gaan we zo spelen? Oké, hier, zo. Op. Nee, oh mijn god. Doei. Kom. Erin. Ga erin. Ja, mooi zo. Let's go. Oh nee, daar heb je hem weer. Hey, hallo Jesse, wat denk je lekker zelf? Wat? Nee, uit dat bootje. Hoezo? Dat is mijn villager. Mijn villager. Blijf af. Nee? Afblijven. Af. Nee? Eruit. Ik ga je gewoon net zo lang slaan dat je eruit gaat. Zo, hop. Hup, eruit. Ja, mooi zo. Blijf. Nee. Jesse. Ik ben bijna dood. Hey, maar hoe gaan we dit nou weer doen, Jesse? Dit vind ik niet eerlijk. Dit slaat echt helemaal nergens op dit. Ja, nee, ik denk dat ik al best wel een ideetje heb. Dus doei. Weet je wat? Laat Jesse lekker zijn ideeën hebben. Ik ga in creative mode, ga ik gewoon mijn villager weer terughalen. We gaan zo snel mogelijk... Hey, luister, ik speel sowieso al vals. Ik probeerde dit al leuk te doen. Maar hey, als hij het zo wil aanpakken, prima. Dan gaan we het ook gewoon zo doen. Hier, villager. Nou hoop ik niet dat hij me dit ziet doen. Oké, zo erin. Zo, oké, mooi. Oké, het is een hele andere villager dan die andere villagers, maar dat maakt helemaal niet uit. Oké, erin. Oké, let's go. Laten we die villager gewoon naartoe brengen en dan mogen we mijn arm pakken. Hey, luister, dit ga ik niet pikken. Hij speelt nu vals tegen mij. Oké, eens even kijken. De villager parkeren we hier. Oké, ik vind het officieel gewoon goed. Zo, hoppa. Dan hebben we tenminste de armor. Hop. En we gaan eerst even terug naar de village waar we vandaan kwamen en kijken of ze überhaupt een appel hebben. En daarna moeten we nog eventjes wat goud vinden, maar dat is in principe geen probleem, omdat we natuurlijk X-ray hebben. Kijk, is hier een kistje? Ja, er is hier zeker een kistje met een appel erin. Lekker hoor. Hoppa, dat nemen we mee. Oké, dit is dus heel erg mooi. Nou hoef ik dus alleen nog maar goud te vinden. Nou zag ik dus net, als het goed is, een ruined portal. En ik weet dat je bij ruined portals dus een gouden blok kan krijgen. Dus we hoeven waarschijnlijk dan niet eens te minen. Ik verwacht namelijk dat Jesse hier al is geweest. Hij is hier wel geweest. Volgens mij zag ik net dat hij een enchant helmpje had. Ja, er is hier een gold block. Let's go. Oké, kom op. Ja, deze moeten we even heel erg veilig gaan hakken. Zo. Ja, oké, let's go. Dan hebben we sowieso genoeg om een goud appeltje te maken. En dan kan ik meteen de mul toe gebruiken om al die sappige diamonds hier uit de grond te trekken. Even
kijken hoor. Is Jesse hier toevallig in de buurt? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Het lijkt erop van niet. En het lijkt er ook op dat hij nog lang geen villager heeft. Waar zou hij toch mee bezig zijn? Nou, maakt niet uit. In ieder geval, eens eventjes kijken. Dan maken we weer even heel snel een crafting table. Want ik laat ze overal slingeren. Zo, hoppa. Gouden blok, golden ingots, hop. En natuurlijk het gouden appeltje. En dan hebben wij hem officieel gemaakt. Let's go. Dan doen we die hierin. En dan mag ik letterlijk de diamond multi-tool meenemen. En dan kunnen we nu eindelijk gaan beginnen met het zoeken naar diamond. Of tenminste zoeken. Ik ga gewoon die giant x-rays gebruiken. Maar we gaan wel zo snel als mogelijk naar beneden. Oké, is... Oh mijn god, dit is wel echt heel erg diep. Mijn god, we zijn zelfs bij mineshaft. Oké, eens eventjes kijken. Zit hier toevallig wat in? Nou, nog een golden apple. Weet je wat? Die nemen we gewoon lekker mee. Oké, er zijn hier dus helemaal geen diamonds. Oké, dan gebruiken we gewoon lekker de giant multitool. Zo, hop. Eens even kijken. Dan hier dan nog wat x-ray gebruiken. Hier is ook al geen diamonds. Wat? Oh, maar daar zijn wel diamonds. Oké, let's go. Oké, even wat toortjes zo hop. Wacht, zijn er dan nog meer hier zo? Oh, zeker dat hier meer diamonds zijn. Oké, hup, lekker verzamelen. Oh mijn god, dit zijn onze eerste diamonds. Hoeveel diamonds hebben we? We hebben er al 42! En er zijn er nog meer. Zo hop, let's go. Oh mijn god, jongens. Oké, we zijn nu echt binnen aan het raken. Let's go. Oh, daar zijn nog meer. En hier zijn nog meer. Die x-ray is echt niet normaal. Ik weet dat het een cheat is, jongens. Maar die x-ray is zo sappig. Oké, eens even kijken. Waar is nog meer? Ik moet nog meer zien. Ja, daar is nog meer. Zo hoppa, dan haken we dat weg. Nog meer diamonds. Diamonds, let's go. En geloof maar, in de tijd dat wij deze diamonds aan het verzamelen zijn, is Jesse 100% nog bezig met en die villager te verzamelen en de golden apple te maken. Dus we hebben sowieso al een voorsprong. Oh mijn god. Kijk hoeveel diamonds hier in de grond zitten. Jongens, we zitten echt perfect. Zo, hop. Kijk, dan hebben we hier nog meer. Volgens mij zit er zelfs een multiply op die multitool. Au. Oh mijn god, jongens. We trekken echt alles helemaal leeg hier ook. Alleen, ik heb helemaal niet op de tijd gelet. We hebben nog iets van ongeveer 5 minuten de tijd. Dus we moeten echt nu heel erg snel gaan. Trouwens, weet je wat ik eventjes ga doen? Ik ga even in spectator mode. En ik ga eens eventjes teleporteren naar Jesse toe om te kijken wat hij eigenlijk allemaal aan het doen is. Dat meen je niet. Wacht. Huh? Gaan we toch niet zeggen dat hij ook bezig is met de multitool, hè? Wacht, ik ga heel eventjes kijken wat hij aan het doen is. Is hij nou met mij bezig? Of ben ik nou helemaal gek? Nee, ik weet niet wat hij aan het doen is. En ik weet überhaupt niet hoe hij überhaupt hier komt. Hij lijkt erop dat hij geen multitool heeft. Maar we gaan het denk ik vanzelf wel zien. Ik vind het een beetje raar, jongens. En trouwens, ik ben eigenlijk nog wel best wel benieuwd wat deze diamond apple eigenlijk doet. Dus laten we deze ook maar meteen nemen. En er gebeurt letterlijk niks. Wat heb ik nou weer aan een diamond apple dan? Kom op, nog heel even. Kom, snel. Ik moet diamonds hebben. Kom. Ja, nog hier nog wat. Kom, snel. En de tijd is voorbij. Jongens, kijk eventjes hoeveel diamonds wij bij elkaar hebben weten te sprokkelen in zo'n korte tijd. Oké, ik ga eventjes terug naar boven toe. Ik ga eventjes Jesse halen en dan gaan we eens even kijken wie er gewonnen heeft. En ik denk heel eerlijk gezegd dat ik vandaag gewonnen heb. Oh, hallo Jesse. Wat zie je er kaal uit, jongen. Is het niet gelukt met de villager? Niet helemaal, nee. Oh, arme jongen. Heb je wel diamonds gevonden? Ja, op zich heb ik best wel veel diamonds gevonden. Maar dat komt natuurlijk door die multitool. Maar ik had die multitool echt maar helemaal op het einde pas. Dus. Maar, hey, 2 stacks vind ik alsnog best wel veel. Oh, nou, ja, toch? Jij hebt hout gevonden. Ik heb hout gevonden, ja. Maar ik heb natuurlijk nog veel meer andere dingetjes. Ik bedoel, kijk even al deze stacks, Jesse. Even serieus. Hoe dan? Hoppa. Kijk eens hoeveel diamonds ik heb, maat. Dit is echt... Dit is hoe dan? Ja, hoe? Gewoon goed spelen en met de multitool. Kijk dan, hé, dit is toch prachtig? Santino, oh, dit kan niet. Wat is dat? Dat is niks! Oh, nee! Santino! Nee! Vuile valsspeler dat je bent! Oh, nee! Maar dat was hem alweer voor deze video. Wil je nou zien hoe ik heb vals gespeeld tegen Giel? Klik dan op de video hier naast mij. Vergeet alsjeblieft niet te checken. En natuurlijk te abonneren op mijn kanaal. Doei, doei!